eerste 550 kilometer hebben we erop zitten. Toen moest je 6 trappen omhoog. Volgens mij is het een oud klooster of zo. We kijken of het restaurant in de buurt open is, want ik pas van honger. Zo, vandaag gaat het echte werk beginnen. 2 dagen gereden, gisteren in de regen. En nu gaan we de Alpen in. Ik dacht rustig te beginnen en we zijn nog niet klaar. We'll be right back.
moet ik daarbij aantikken. Ja. Doe dus droog blijven. Ja, nu kan je in stress, nu hard doorloop. Ja, ik krijg in het einde van deze, ja? Ja. Even kijken hoor. Dank je, zoon. Dank je, zoon. Schöne Tag für dich. Oké. Prachtig uitzicht. Ik heb nou een mooie pas en er is zelfs een beetje zon. Dus dat zal wel goed worden. Schitterend gebied. Heel veel fotomomenten, maar ik kan eigenlijk nergens stoppen. Dat is kloten. Want het is prachtig rijden. Wel hele slechte weggetjes en kleine weggetjes. Maar echt motorrijdenparadijs. We'll be right back.
Vandaag is een kutdag. Alles zit tegen. Even last van een hoosbui. Tot nu toe is het geweldig. Even wachten hoor. Gisteren een beetje slechte dag gehad. Er was een ongeluk gebeurd onderweg. En de hele weg was afgesloten. Alles stond vast. Er heeft een lokale Sloveense motorrijder een op sleeptouw genomen, zeg maar. En door alle files heen gereden. En toen ik uiteindelijk door de bossen en door de bergen een omrit had gevonden. Om het ongeluk heen. Toen was het zo laat dat ik eigenlijk de ronde absoluut niet meer kon rijden. Dus gisteren was een beetje teleurstellend. Vandaag is een rustig dagje. Er was regen voorspeld. Maar ja, dan regende het heel erg. Dus ik ben even aan het schuilen. En misschien straks wel weer verder. Maar so far, so good. Oh, mijn regen pakken weer af. Of uit, om zo beter gezegd. Wordt het weer zo warm. Maar wel een mooie omgeving. We gaan nu naar de Golddeckstrasse, geloof ik. Iets in die richting. Schijnt wel erg mooi te zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Schitterend uitzicht. Maar niet vandaag. Vandaag. Hotel zit alleen zonder stroom vanmorgen al toen ik wegging. Maar gelukkig heb ik mijn powerbank meegenomen. Nou, morgen weer een ander ritje. Toch wel een lekker ritje gehad vandaag. Heerlijk. Lekker op mijn gemak. Het regent.
weet het niet, het ziet er nou al kut uit. Ik werd gewaarschuwd. Dus ik denk dat ik het maar niet ga doen. Nou, ik zat op het de oorspronkelijke pad, wat omhoog gaat. Dat is een geitenpad. Dat is niet de bedoeling. Maar ik zit te kijken op mijn kaart. Ik kan nog wel naar die pas omhoog. Alleen dan moet ik eventjes even doorsteken. En dan is het een betere weg. Maar dit was allemaal, ik zag allemaal grind, weet ik allemaal. En een Italiaan kwam naar beneden. In zijn jeepie. En ik vroeg zo met mijn handen of ik er boven kon. En die zei... Dus ik ben maar omgekeerd. Maar er is nog hoop. Ik ga nou vanaf de andere kant. Wat is hem dan? Ik zou hier zo'n beetje levensgevaarlijk doen. Dat gaat wel. Volgens mij is dat wel te doen. Ik denk dat het een beetje overdreven was. In z'n één gewoon naar beneden. Nou jongen, en dan redden we het vast. He? Dit was echt fantastisch, jongen. Het is achter elkaar, schuin, omhoog, omlaag, krap, schitterend. Wauw. Even bijkomen. Zo, dat is een lekker plekje om even te lunchen. Kop even wassen. En dan houden we weer verder met deze spectaculaire dag. Wat een gigantisch gave dag, man. Jongen, jongen, jongen. Zoals altijd ben ik weer de eerste. Al die motoren rijden nog allemaal te slapen, jongen. Niet eens op ontbijt. Ik ben er om 7 uur ben ik zo'n beetje weg.
Krijg het winst straks zijn tegenliggers. Dat is mooi. Hoewel 20 minuten wachten. Natuur hier, zeg. Jongen. Schitterend. Weggetjes zijn ook mooi. Maar ik moet alleen even uitkijken met tegenliggers. Dat die wil nog wel eens over de linkerkant voorbij zetten. Dan moet je voorzichtig naar beneden, als je de bocht niet kan zien, gewoon maar even in z'n één. En remmen er een beetje erbij. Maar jongen, overweldigend. Thank you.
omhoog. Even 4 dagen ergens anders heen. Maar het is wel een geweldig hotel. Ontzettend naar mijn zin gehad. Maar eerst gaan we eventjes lekker de Dolomieten verder in Italië. Maar die Italianen kunnen geen auto rijden. Hè? Jezus Christus, wat een gekke. Dat was van die gek op de fiets, jongen. En auto's durven er niet voorbij. Dan houden ze alles gewoon op. En dan hele file. Heel veel langzaam auto's een paar voorbij en als je er voorbij bent, is het toch heerlijk gooien en smijten eigenlijk. Even pauzeren. Lunchen. Gaat hartstikke lekker. Mooie bochten. Lekker lange bochten. Die Italianen moet je ook zelf een beetje brutaal zijn. Dan reizen de honger uit. Maar prima. Dat was een dagje wel, hè? Jongen, jongen. Ik zag er tegenop. Maar het was prachtig rijden. Gans veel kolletjes gehad. Dat is een motor die je voorbij kan zetten. En
Nou, gewoon adembenemende tijd. Nog een motor. Het is hier wel druk, een hotelletje. Maar in ieder geval, prachtige bergen. Het is wel vakantietijd, dus vooral in de stadjes is het niet doorheen te komen. Maar daarbuiten, als je af en toe een beetje doorscheurt, dan ben je gauw van die auto's af allemaal.
kort, een beetje onder een boom verschuilen. Op in dat ik niet op gerekend. Twee persoonlijke kamer besteld, maar dat weet ik ook niet.